staan bovenaan. Yay! Google wil even iets rechtzetten. Het is niet het bedrijf dat zoveel mogelijk data van gebruikers verzamelt om er daarna miljarden aan te verdienen via adverteerders. Nee, dat zien we helemaal verkeerd. Google is een privacyvechter. Jazeker, hoera! Om dat duidelijk te maken heeft Google een soort van escape room gemaakt. In Amsterdam, bij de Bloemenmarkt, genaamd Google Backstage. En wat moeten mensen dan daar precies doen? Ja, een spannend interactief spel waar we aan deelnemers, aan teams van vier, zeggen: wees voor een uur Google en help ons onze diensten persoonlijker te maken voor onze gebruikers. Dat is wat vier doen. 3 tot 4 spelers gaan het spel in en lossen in een soort YouTube-achtige wereld en Google Maps-achtige wereld kleine puzzeltjes op. Om zo fictieve gebruikers goed van dienst te kunnen zijn. Hoe meer data deze fictieve gebruikers met je delen, hoe beter je ze kan helpen. Helemaal niks delen mag ook, maar dan word je dus wel minder goed geholpen. De boodschap is dus, hoe meer Google van je weet, hoe beter het kan helpen. En hoe meer het aan je kan verdienen natuurlijk. Blijkbaar is zo'n escape room nodig om het vertrouwen in Google op te krikken. Ja, dat is nodig. Want als je voor het eerst iets gebeurt en je denkt, hoe komt dat tot stand? Dan weet je dat niet. Terwijl als je gewoon zelf de instellingen, dat kan bij Google. Dit wil ik dat Google wel van me weet, dit niet. Nou, en als je die keuzes kan maken, ja, dan worden die diensten gewoon alleen beter. Maar dan vertrouwen mensen dat ook. Dus daarom is dat zeker nuttig om te doen. Het is niet de eerste keer dat Google zich tot het grote publiek richt. Eerder dit jaar plaatste het grote advertenties in dagbladen met het bericht: uw gegevens, u beslist. Daarna gingen ze met een caravan heel Nederland door om mensen te helpen met het invullen van hun privacy-instellingen. Nou is daar natuurlijk niks mis mee en je kunt zelfs zeggen dat Google mensen helpt met bewuster online te zijn, maar het blijft toch wrang. Want is Google niet groot geworden met advertenties zo persoonlijk mogelijk te maken? En verdienden ze daar alleen vorig jaar al niet 20 miljard euro mee? En werden ze niet in 2015 nog op de vingers getikt door Europese waakhonden omdat ze niet goed omgingen met de privacy van hun gebruikers? Volgens mij wel. Dus prima bezig hoor Google, hartstikke leuk zo'n privacy escape room. Maar ben er dan ook eerlijk over dat je al je rijkdom te danken hebt aan de privégegevens van je gebruikers. Ja, maar daar hadden we ook dat als het...